Ondernemers die zich gevestigd hebben op het vijverterrein balen van de huidige situatie. We hebben in 2006 dit pand gebouwd, in 2009 een tweede pand. En samen met alle andere ondernemers die hier op het terrein zitten, een stuk of 10 zijn er dat, hebben wij miljoenen geïnvesteerd om er wat moois van te maken. Alleen we kijken al 9 tot 10 jaar lang tegen rommel aan die rondomheen opstapelt. Mede door de kredietcrisis is er van de ontwikkeling van het gehele terrein nog weinig terechtgekomen. Ik hoop dat het binnen nu en een jaar opgelost is, dat in ieder geval iets wordt afgesproken en dat er iets wordt opgelost. En dat het dan nog een jaar of 2 jaar moet duren, dat maakt me niet uit, want ja, we zitten er toch al 10 jaar tegenaan te kijken. Maar het moet wel een keer opgelost worden. De 3 partijen die betrokken zijn bij het project zijn ontwikkelaar BAM, de gemeente Tiel en Wim Reuvers.